aspirantleden verbieden naar de wc te gaan? Nee, een aspirantlid mag gewoon naar de wc als hij of zij naar de wc moet. Aspirantleden lange tijd de handen omhoog laten houden? Ja, dat is natuurlijk geen fysiek contact. Het is natuurlijk wel fysiek uitdagend. Het zal niet voor een lange tijd zijn, maar het zou kunnen dat je wel je handen ook omhoog moet houden. Aspirantleden lange tijd in een koud bad laten zitten? Zeker niet. Echt schokkerend. Dat kan natuurlijk echt niet. Aspirantleden lange tijd laten zoomen terwijl iemand anders de oren dicht houdt? Nee, niet lange tijd zoomen, maar soms moeten ze wel even stil zijn. Aspirantleden laten slapen in een natte slaapzak? Nee, dat is denk ik heel onveilig. Iemand naar voren roepen omdat hij stinkt? Nee, ik denk dat dat ook intimiderend is en ook dat het op de man is. En dat op het moment dat je één iemand aanpakt, dan wordt het vernederend. Aspirantleden vragen of ze in een vrijstaand huis wonen? Nee, dat is... misschien omdat het grappig is, maar niet omdat we het menen. Aspirantleden langs oudere jaars laten lopen die hen de kleren van het lijf trekken? Nee, want dat is fysiek contact en dat is op dit moment uit en boze. Maar dit soort dingen gebeurden wel, hè? Sommige dingen wel, sommige dingen natuurlijk ook niet. En vooral de extremere voorbeelden die u net aangaf, dat zijn juist de beelden die mensen hebben van verenigingen. En ik hoop dat we ook op deze manier kunnen laten zien, of we ook de aankomende introductietijd kunnen bewijzen, dat juist die heftige misstanden niet het geval zijn. En ook elke kans dat er een misstand zich voordoet nu ook geminimaliseerd is.